Een hele goede middag en welkom, goeiedag en welkom bij een nieuwe video. Ik ga een keer hebben over een nieuwe deal van levensloop. Het heeft even geduurd, een maand of zo. Maar ja, elke maand een nieuwe levensloop uit, zoals jullie weten. En ik ga het even over met vaste tijd. Want zoals sommige mensen het weten, sommige mensen weten dat niet, dat ik spastisch ben. En dat soort dingen. Dus ja, even een kort vertellen wat dat inhoudt en wat het met me doet. Nou, het volgende is dat ik sinds mijn geboorte ben ik, als je dat nu hoort, tot vijfjes, kom van mijn Discord af. Maar goed, daar let niet zo op. Dan doe ik het ook niet. Vroeger toen ik klein was, werd ik al geboren, dat kan je zien. In de eerste levensloop een verkeerde prik. Daar vertel ik altijd over mijn beperking dat ik heb gehad. En dat soort dingen. En ja, dan kan je jou die onder in het schrijven eventjes neerzetten. En rechtsbovenin in de verkuit ook zetten. Dus ja. In ieder geval, de faciliteit. De faciliteit is een soort van, moet ik uitleggen, een beetje een krampachtig dingetje. Dat het net kramp is, maar het is erger dan kramp. Dat je er af en toe in blijft zitten. En als je wil douchen, dan kan die ook krampen en dan kan die er niet meer uit. Dan, ja. Helaas kan ik dan niet douchen. En ik probeer het altijd wel om het te vergeten. Soms is de kramp zo hardnekkig dat ik dat niet meer kan stimuleren. De kramp maar blijft komen en iedere keer opnieuw. Vraag ik nog gezien op feed of op DTG dat ik passief ben. Dat ik anders ben. Nou, dat anders ben ik natuurlijk ook niet. Maar goed, wel in de zin van dat ik gewoon helemaal krampachtig kan zitten in een duwstoel. Stoel kan ik niet, maar wel in een duwstoel en andere dingen niet. Ik bedoel, dat is zo elektros niet. Daar heb ik ook een zitortage. Een zitortage betekent dat ik gewoon lekker zit in de houding. Ik word vastgehouden door twee piloten. Misschien zei ik ook wel in de video's of in de vlogs af en toe dat ik wel wat scheef zit, maar niet al te scheef. In ieder geval, ik kan het zeggen, de faciliteit kan niet in weg. Waarschijnlijk wordt het een kleine kans dat het erger wordt, ik denk het niet. Dan zijn we nu op onze tax. En ja, voor de rest is het best wel het al vervelend voor mij. Voor mijn spasmus en dat ik pas dat zo, een spastisch ben. Dus ja. Voor de rest ben ik gewoon dezelfde en dat vinden jullie allemaal. Maar wel met een spastische tetralogie. Dus eigenlijk plastisch aan één zijde van het lichaam. De rechts ben ik plastisch en de andere kant weer niet. Deze kant niet, deze kant niet, deze kant wel. Als je mijn vriend hebt, dan kan ik zo met die hand. Waar ik ook helemaal niks aan kan doen, jongens. En ook nog even voor het recht zitten. En ik heb raad of praat. En ik kan ook niet gaan doen, ik schreef dit. Zo ben ik eenmaal, accepteer dat gewoon jongens. Accepteer gewoon hoe ik zit en hoe ik ben. Ik ga niet voor mensen veranderen, dat doe ik niet. Ja, dus. Vond je dit een leuke video? Doe een duimpje omhoog, reet je rond te abonneren als je nieuw bent. Dan zie ik jou vanavond in een vlog om 8 uur. Of om 14:02 voor een nieuwe video. En ik zeg je wel eens aan. Tot later. Doei. Pain is got me feeling so high. Breathing, burning like it's on fire. Slipping, fading out of my mind. When we get close, we're gonna slow it down. Going deeper, still I'm sky high.